De gevolgen van de explosie in Beirut zijn groot. Volwassenen en kinderen dragen de traumatische ervaring met zich mee. Veel mensen raakten als gevolg van de explosie niet alleen hun huis kwijt, maar ook hun inkomsten. Zo ook Rana. De explosie richtte grote schade aan in haar kledingwinkel. Ze heeft financiële steun gekregen om de schade te herstellen. Hierdoor is de winkel nu weer open en verdient Rana voldoende geld om eten te kopen voor haar kinderen. Vanuit de Dutch Relief Alliance werken er in Beirut 6 Nederlandse organisaties samen om kwetsbare families te helpen. De hulpverlening van de organisaties is gericht op de thema's cash support, onderdak, protectie, water en hygiëne en voedselzekerheid en levensonderhoud. In deze video wordt er ingezoomd op het werk rondom cash support en protectie. Caritas, de partner van Cordate, geeft cash support. Sonja zegt, cash is fantastisch. Het is een waardige manier van hulp geven. Mensen kunnen het zelfstandig gebruiken voor hun huis, onderneming of voor eten. Sonja is verantwoordelijk voor het monitoren en evalueren van cash support. Ze houdt in de gaten of mensen makkelijk toegang tot het geld hebben gekregen. Verder bekijkt Sonja of met behulp van het geld het probleem is opgelost en de situatie ook echt verbeterd is. Veel inwoners van Beirut hebben naast materiële schade ook te maken met angst- en paniekklachten. CARE geeft samen met lokale partner Abad traumaverwerkingssessies aan volwassenen. De focus ligt op de explosie, maar ook op de gevolgen van het coronavirus. Ayla is een van de vrouwen die de bijeenkomsten bezoekt. Zij is vanuit Syrië naar Libanon gekomen. Ik ben gewend geraakt aan de geluiden van bommen. Maar de onvoorspelbaarheid van deze explosie maakt me angstig. Ayla heeft veel baat bij de sessies. Meer weten over de Dutch Relief Alliance en ons werk in Beirut? Ga dan naar dutchrelief.org.